Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering geeft met aangekondigde bonussen bespaarde gelden terug aan de samenleving. Regeringsdelegatie doet 3 tabiki aan in kader districtenbezoek. COVID-19 maatregelen blijven van kracht. Suriname terug naar code oranje. First Lady Melissa Santokki breekt lans voor meer vrouwen in sportbesturen. En minister Parmanan Sioudin oriënteert zich te Wageningen. De door de regering aangekondigde bonus in november wordt betaald uit het beetje bespaard geld dat de overheid heeft overgehouden doordat zij heeft besloten de rente van $26 miljoen aan het Oppenheimer Fonds niet te betalen. De regering achtte het volgens president Chandrika Prasad Santokki niet verantwoordelijk om zo'n groot bedrag aan de samenleving te onttrekken en aan de schuldeisers te geven. President Santokki legt uit dat een ieder de bonus krijgt. Aan de hand van een evaluatie van de extra ondersteuning in november wordt de mogelijkheid bekeken voor een kerstbonus in december. President, u heeft gesproken over de bonussen. Kunt u ons een beetje meer daarover inlichten? Kijk, we zijn aangetreden 3 maanden geleden. En wat hebben we aangetroffen? Een lege kas. Lege kas waardoor we niet eens in staat waren salaris te betalen. De vorige regering had ook geen salaris kunnen betalen. Ze moesten alleen maar lenen. En dat hebben ze gedaan. Jaren geleend, nationaal, internationaal. En daarmee ging men salarissen betalen. Als je geld leent, moet je het geleend geld stoppen in productie. Zodat we uit die productie nog profijt kunnen krijgen door uit die productie te kunnen exporteren, deviezen te kunnen genereren, werkgelegenheid te kunnen creëren. Daarvoor leen je geld. En de vorige regering heeft geld geleend, 4 miljard totaal, Amerikaanse dollar. En we zien geen enkel productie en we zien geen enkel ontwikkeling die is gebracht. Dus zo hebben we het overgenomen, 4 miljard schuld, lege kas. En we hebben ervoor gezorgd in 2 maanden tijd dat wij salarissen kunnen betalen aan ambtenaren, pensioenen kunnen betalen, AOV kunnen betalen, kinderbijslag kunnen betalen, financiële bijstand kunnen geven. Maar dat ook kunnen verhogen met ingang van 1 november. Hoe? Door niet te lenen. Hoe? Prudent beleid, zuinig beleid, geen verspilling, geen corruptie. Noan Fufuru. En zo hebben we nu geld om ons financieel huishouden zelf goed op gang te brengen. We zijn er nog niet. Maar als we zien, namelijk dat we een lening moesten betalen, een leningsrente aan Oppenheimer van meer dan $26 miljoen. En wij zeggen nee, het is niet verantwoord om zo'n groot hoeveelheid geld te onttrekken uit die maatschappij en te geven aan die schuldeisers die door de vorige regering gecreëerd zijn, door 550 miljoen te gaan lenen tegen 9,25% rente, dan zeggen we nee. We kunnen het niet. We gaan het niet terug kunnen betalen. En we hebben beslist, we gaan niet betalen. Laat meneer Lazard goed onderhandelen voor ons voeren hoe we verder met onze schuldpositie moeten gaan. Maar als we toch nog door niet te betalen een klein beetje geld kunnen overhouden. En ik merk dat er pina is in de samenleving. Als ik merk dat er armoede is in de samenleving. Ik zie dat de huismoeders niet uitkomen. Ik zie dat de gepensioneerden niet uitkomen. Ik zie dat de kinderen moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. Vooral die studenten. Dan heb ik de plicht als president om dat geld dat een klein beetje overblijft dan terug te geven aan die samenleving. Om de noden te lenigen bij de verschillende doelgroepen. En we gaan november in het kader van zijn revidentie een bonus geven. Dat bedrag gaat u binnenkort horen. Dat is een redelijk bedrag. Maar het is om te zorgen dat het volk dat offers brengt.
ook tegemoet te komen wanneer wij het een beetje beter beginnen te krijgen in onze kas. Kijkt u, binnen 3 maanden wat we doen. En tegelijkertijd heb ik de minister van Financiën opdracht gegeven om alvast voor december, aan de hand van de evaluatie van de bonus van november, als het goed gaat, vlekkeloos verloopt, en ieder krijgt, let wel, en ieder krijgt, dus alle werknemers, niet alleen ambtenaren, ook de werknemers in de private sector, ook die ijsman die ijs verkoopt, ook die marktverkoper, ook die taxichauffeur, dat ze allemaal moeten krijgen. En aan de hand van de evaluatie gaan we dan ook in december de mogelijkheid bekijken voor een kerstbonus te geven aan het volk. Omdat het volk dat nodig heeft. En in januari gaan we beginnen met de onderhandelingen over loonronde. Dus we gaan een brief schrijven, die brief is al geconcipeerd. Naar de SER, de Sociaal Economische Raad, waar we aan de SER, waar bedrijfsleven, vakbeweging en overheid participeert, gaan vragen om ons te adviseren bij de loonronde waarmee we willen starten volgend jaar, wat het loonniveau zou moeten zijn. Hoeveel procent kan ik geven om te zorgen dat er geen inflatoren werking ontstaat? Om te zorgen dat daardoor de economie niet ontwricht wordt, zodat ik goed advies kan krijgen. En dan gaan we kijken aan de hand van het advies wat er beschikbaar is in onze kas. En op basis daarvan tegemoet komen aan het volk van Suriname. Zeker de ambtenaren die het moeilijk hebben. En dat ze toch merken, ja, if crisis de, if probleem de, dat we tijberen, we haraberen, we haren onze riemen. Maar wanneer een klein beetje ontstaat als besparing, als gevolg van goed beleid, laten we dat teruggeven aan het volk van Suriname. Dus dat is wat we gaan doen. Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Persat Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk heeft op vrijdag 6 november 2020 drie tabiki aangedaan. Dit geschiedde in het kader van de bezoeken aan de diverse districten. Op drie tabiki gelegen in het district Sipaliwini werd de delegatie ontvangen door Bonovelanti, Gramang der Oukaner. De regeringsfunctionarissen hebben tijdens een kroetoe de noden en problemen van de plaatselijke gemeenschap aangehoord. De regering is menens om, zoals beloofd tijdens de verkiezingscampagne, het binnenland verder tot ontwikkeling te brengen. Wij brengen nu een verslag van het bezoek aan drie tabiki. November, no? Na so. Na ses, no? Na so. Weet on ses, en te dee on feda. Na so. Da dee ya so. Ja. Au de one day, do day, fika taka so one day, so one sambe pasaya. Na so. Sana sandi pasaya. Sa pasa. Today, 6 November. Ja. A president van Republiek Suriname. Na so. Nanga a vice-president. Na so. Nanga alden dee sefa. Voor de Paluwini. Naso. Nanga ome minister. Naso. Nanga ome assembly leader. Naso. Dia so ya so tide na di tabiki. Naso. Basia. Fosto anya keskines. Ere wakt. Fusu dati holi. A so ya so. Naso ade. Basia de wanga abisani. Moso ade papa. Ko naku wanga nagya historische dak futide. Na leti soba. Basha me fi boom. Moso ade. Fam tampu ya tide. Namo namo. Eko wapiki fwa liba. Naso ade. Wapiki nisabia, kwa misabia hii liba ya. Naso. Misabia tedi mbe, kwa fika agodolo. Naso.
Dalu faisi nati demo. Naso. Washam sabi. Atuwe. Afosi ni din kwanjuka. Ai papa. Dere bi ogwa ulo fu dana isi de kaya pali wili na fu kisai. Ai fe ipe. Na ape no? Ya. Sabi ete. Na ape. De mani fisa da po ima isi sabi ete. Naso. Basi be. Okay. Dabia otakimo. Dana ape de emikon dimko sabi tutu funjuka. Naso. Dami wololo ina liba na soba no basi ya konfuti de ai papa da president fa konde ai feipe sana konde na so esefi jaso ya basia na so ade wan gasa niki moso ade papa mi breti aso ade mi apoita ki mi abeden kiso no no ba ma esefi kom na so basia atolifu na ulanga afutu ma musabi fa musabi da ta konyu konti de ya u konfutu sani Ukwafu tusani. Afoshi wambasia. Saadati. Ukwongi aliba gantangi. Naso. Bikadi aliba potiwi. Bika sonde ya strength for aliba wabi odo pi odo ya. Kweti kweti. Dati aliba potiwi. Naso. Taki udo na aposisi ya. Naso. Da ukwongi aliba gantangi. Naso adeba. Basia ubegi pimisi na aliba. Naso. Dati wakona you. Naso. Mana uwani. Afutuwe. Asani kofukubo kwa gontapu. Ai papa. Akoro una. Afutuwe. Ne tapo injuso na letiso ade abu ya utena sani ai feipe iba matile na dei na so udo na so na di tabiki udo tu we gantangi fuwi se wanta ale shibaka na so gantangi fu Baja, come we begin. Puchara wortu. Naso, President. Fu respecti kong. Naso. Awortu pucha odi kong. Putu. Gia fesman. Naso. Pua kondre. Yeah, pua bus kondre. Pua liba. Naso, President. Graman. Bono Velante. Naso. Baja. Respecti. Repar Odi. Naso. Na vice-president. Fua Kondre. Naso, president. Mazra Ronnie Brunswick. Putu. Mebar an respecti. Bigi Odi. Gide minister, de DNA leader, Zakonjazo. Naso. An respecti mebar Odi Baja. Gide district commissaris, Sajazo. Naso. Maar ook toe aan de structuur. Aida. Sajazo en de kapitein. Naso. Kapitein Basha. Naso Basha. De resort structuur. Kelle. De structuur Sajazo. Aida. Abob. Naso. Anga PHP. Naso. Alla de lobby van Sajazo. Aida. Me baru anga respecti van Bigi Odi. Naso. Basha. Abida. Metak ook toe grantangi voor afas. Sa folk fo aliba naso charuka eni aita anga era wacht naso e anga wak moy krutu kelle bon krutu na gramang naso e no udoro jaso aita fo archaboskopu aita fo president naso ma fosdat mago moro fara aita mi wata kwachitori naso basha aita wat Masra vice-president Ronnie Brunswick. Naso. A duwan tu bonu me jaso. Aita. En a mekwa losuma vice-president jaso. Naso. Ma imbegrepu. Aita. Sana bonu me. Aita. Basha en sana verantwoordelijkheid. Naso. En de massa tro vice-president botaiki wansa niet in de kandino sabiete. Aita. Masra Ronnie Brunswick, vice-president van de Republiek Suriname. Naso. Amante kabesroiti. Aita. Dat alle salarissen aan mij veni. Naso. Amogia people. Naso. Dus alle de massa beroep die de jaso. Aita. Aki de salaris toe. Naso. Da people toe. Aita. We'll be right back.
COVID-19-maatregelen blijven van kracht. Het aantal besmettingen vertoonde afgelopen 2 weken een dalende trend, maar het is van belang dat de samenleving alert blijft. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid heeft in een televisietoespraak aangegeven dat het pad naar verdere normalisatie gestadig wordt voortgezet. De curve vertoont een positief beeld, waardoor aanbevolen is dat Suriname nu teruggaat naar code oranje. U hoort de bewindsman tijdens het statement op zondag 8 november 2020. We kunnen nu spreken van sporadische oftewel clusterbesmettingen. Zo was er de afgelopen week een cluster van besmettingen in een visverwerkingsfabriek, waarbij 12 arbeiders besmet zijn geraakt. Deze clusterbesmetting is onder controle gebracht door het BOG. Wij moeten dus alert blijven, aangezien meer dan 90% van onze bevolking nog geen immuniteit heeft tegen het coronavirus. Met andere woorden, een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft. Zoals u ziet, vertoont de curve een positief beeld. Aan IHR kan aanbevolen worden dat we nu terug naar code oranje zijn. Wij zijn daardoor steeds meer op ons gemak. Laat dat gemak echter niet overslaan tot nonchalance. Wij zijn er nog niet. Vanaf maandag 9 november tot en met zondag 22 november gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1. Het uitgaansverbod blijft ingesteld van 10 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. Geen samenscholing van groepen groter dan 30 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Maatregel 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden. Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte. De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd. Maatregel 4. Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan. Maatregel 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel 6. Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken ondanks het verbod toch open zijn. Maatregel 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht. Verder zijn opengesteld markten, recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga-dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra. Contactberoepen zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de COVID-19-maatregelen. Maatregel 8. De grens via de lucht wordt partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector. Het mag duidelijk zijn dat de regering u in de gelegenheid wilt stellen om op een veilige en verantwoorde wijze buitenlandse trips te maken. Dit natuurlijk conform de protocollen. Daarom vraag ik u zich zo omstandig mogelijk te laten informeren indien u plannen hebt om te reizen. Maatregel 9. Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen. Maatregel 10.
personen in quarantaine of isolatie. Maar ook personen die verplicht thuis blijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. In gevolge daarvan de volgende toelichtingen. Er zal gebruik gemaakt worden van de actuele incidenties van de landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd, laag, medium en hoog risico. Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De klassificatie van de landen zal voortdurend, maar tenminste wekelijks worden bijgewerkt. Neemt u contact op met desbetreffende autoriteiten indien u wilt afreizen. De precieze voorschriften worden u meegedeeld na verkregen toestemming. Met betrekking tot recreatieve sporten mag gesteld worden dat de protocollen voor voetbal en volleybal reeds zijn vastgesteld. Wij werken met voortvarendheid aan de protocollen van de overige takken van sport. Alle goedgekeurde protocollen zijn te zien op de website van het BOG, www.bogsuriname.com. Ten aanzien van de handhaving. Er is een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105. Het Hoogste College van Staat, de regering en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten zijn gevrijwaard van bovengenoemde maatregelen. Met dien verstande dat zij alle voorschriften en COVID-19 preventieprotocollen dringend in acht nemen. Beste landgenoten, gezonde voeding en optimaal bewegen zijn randvoorwaarden voor een goede fysieke gesteldheid. Versterk uw eigen weerstand te alle tijden. Bescherm uzelf en uw naasten onder alle omstandigheden. Wij gaan hier samen doorheen en delen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn een samenleving en een wereld in ontwikkeling. We blijven niet stil. Het is niet iets van de vrouwen, maar het gaat om gelijkheid. The God-given rights. Duidelijke woorden van First Lady Melissa Santokhi Sinacheri op zaterdag 7 november 2020. Ze brak hiermee een lans voor meer vrouwen in sportbesturen bij de launch van de gelijknamige promotiecampagne van het Surinaams Olympisch Comité. Tijdens deze campagne worden in het bijzonder de lidbonden van het SOC aangespoord om een meer gendergebalanceerd bestuur samen te stellen. Vrouwen in de sport is een missie geweest van het Internationaal Olympisch Comité. En niet als ik zeg geweest, dan lijkt het op verleden tijd. Ik moet zeggen, het is een missie van het Internationaal Olympisch Comité. Waar wij vandaag als NOC, het Surinaamse Olympisch Comité, de nodige actie ondernemen om een aspect van gender en sport te gaan accentueren en een speciale weg te openen, zodat die handelingen gepleegd kunnen worden en waarbij vrouwen gestimuleerd worden te gaan participeren, meer te gaan participeren in de sport. Ik wil aangeven dat heel vroeger, ik praat over 120 jaar terug, dat het Olympisch gebeuren een mannelijke aangelegenheid was. En waarom zeg ik dat? Omdat pas in 1900, dat is dus nu exact 120 jaar terug, was er voor het eerst participatie van een vrouw aan de Olympische Spelen. En dan moet ik dus direct een onderscheid maken tussen het participeren als sporter en het participeren aan bestuurlijke activiteiten en nog posities innemen waarbij het zeggenschap van de vrouw als zodanig inderdaad tot zijn recht komt en gewaardeerd wordt. Erkende vrouwen in uw organisatie.
Laat hen deelnemen aan allerlei upgradingstrajecten. Dat geeft hen een boost aan skills, maar ook vertrouwen om een bestuurlijke functie te aanvaarden. Praat u wanneer er dus issues zijn bij die vrouwen. Want we zeggen vaak genoeg, ze willen niet, maar die wil staat niet los. Die wil heeft te maken met ook hoe onze samenleving is georganiseerd. Hoe we denken over wat die vrouw gaat doen wanneer ze naar een vergadering gaat van een lidbond. Het heeft ook te maken met ons vermogen om ruimte te creëren. En aan de SLC vrouwen, ik zeg het even plat, de SLC vrouwen, ik vraag u ook om die rol ook te vervullen. Om naar voren te treden en te durven. We gaan altijd fouten maken. Nothing is perfect. We gaan vallen, we gaan opstaan. Maar zo komen we verder. Ik heb net gehoord het verhaal van de voorzitter. Het Internationaal Olympisch Comité met alle kennis, kunde, geld. Heeft er decennia over gedaan. Hebben wij decennia nodig? 3079, een balans daarin vinden is de verantwoordelijkheid van zowel mannen en vrouwen. Er is een kleine maar. Vrouwen hebben in het bestuur wil niet automatisch zeggen een verbetering voor die vrouwen. In het algemeen. Het is van belang dat we ervaring met elkaar uitwisselen. Dat we elkaar gunnen. Dat we samenwerken. Ik kan u vele verhalen vertellen over mijn persoonlijke ervaringen met vrouwen in bestuurlijke functie op regionaal niveau. Ik heb niet veel meegemaakt, ik zit ook kort in het Surinaamse Olympisch Comité. En ik kreeg af en toe de ruimte om contact te leggen met regionale Olympische comité's. En het was niet fijn. Het zijn dezelfde vrouwen die denken dat ze de vrouwen zijn die tegenwerken. Niet fijn. Laten wij het goede voorbeeld geven. 3079. De toekomst is in onze eigen handen. En ik wil vragen, als u zich committeert, doe het. In 2012 is gemeten hoeveel mensen aan sport doen in Suriname. En we weten precies hoeveel mannen en vrouwen aan sport doen in Suriname. Dit gaat niet alleen om sporten die betrokken zijn bij de sportbonden, maar ook gewoon als je zelf sport, zonder professioneel sporten. We weten dat bij fitness bijvoorbeeld is het vrijwel gelijk. Bij lopen, rennen, joggen zijn de vrouwen iets meer in de meerderheid. Bij zwemmen gaat het nog aardig gelijk. Bij balletdans zijn de vrouwen iets in de meerderheid, maar ook aardig wat mannen dansen. Maar als je kijkt naar bouwspelen en teamsport, allerlei sporten zijn daaronder ondergebracht, dan ziet u dat bijna 40.000 van de mannen in Suriname, de jongens zeggen wij doen daaraan, en minder dan 10.000 van de vrouwen die zeggen dat ze daaraan doen. Hele grote discrepanties. De vraag is, hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen dat er meer gelijkheid komt daarbinnen? Als het gaat om bouwspelen, individueel hetzelfde. En gevechtsport ook natuurlijk. Met andere woorden, we zien in die samenleving dat vrouwen, meisjes, veel minder aan sport doen. En wij, u hier, niet ik, maar u bent vertegenwoordigers van sportorganisaties. En dan is het onze taak, als we dit weten, dat we er daadwerkelijk iets aan doen. We moeten niet kijken naar gender. Het is een progressieve persoon, het is een person. Op het moment dat je gaat zeggen, het is een vrouw, dan ben je al bezig onderscheid te maken, dus het is not equality. En als een kwartje bij jou niet valt waarmee je bezig bent en hoe je je uit, ben je onbewust, ja, ik ga vanuit onbewust bezig, iets te voeden, iets in stand te houden. En ik zie hier mensen die vechten voor gelijkheid. En het maakt niet uit of het nou in dit geval gaat het om vrouwen in het bestuur, sportbestuur, maar over het algemeen vrouwen in het bestuur. En het is not, wat zeggen ze, positieve discriminatie omdat het een vrouw is. Net wat ik zei, we hebben het ook hier aangekaart, het gaat om competenties. Ze bezitten het, ze hebben zich ontwikkeld. En cultuur ontneemt ze dat deel. Cultuur ontneemt ze. Onze medemens, onze medemens ontneemt ze dat. Er moet balans zijn. Als, dat wat ik zei, binnen het gezin, het al begin, dan weet je dat je dochter meegaat naar voetbal. En dan weet dat heel gezin gaat dan naar zo'n activiteit. En daar begint al balans. Daar begint het. Is niet bewust, omdat mijn vrouw in die organisatie participeren, moet ik vandaag thuis blijven.
kan gewoon een family activiteit zijn. Het is gewoon die mindshift, die paradigm shift, people. En ik vind het fantastisch dat het hier zo uiteen is gezet. Het staat me bijzonder goed en het geeft me hoop. We komen er. En misschien met de studie zijn gepleegd, we weten om bij waar de punten liggen. Maar het begint met wat ik zei, met ons allen. En ik hoop dat laat als een virus. Ik hoop dat dit een virus mag zijn en we elkaar kunnen besmetten om gelijkheid te promoten. En het gaat nou niet om vrouwen, het gaat ook van binnenland naar kuststrook. Suriname en een ontwikkeld land. Laat dat een virus zijn, laten we progressief zijn, laten we samenwerken, laten we Suriname vooruitbrengen. Minister Parmanan Sudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een werkbezoek gebracht aan Wageningen in het district Nikeri. Daarbij heeft de bewindsman voornamelijk gekeken naar de werking van de bestaande pompgemalen in het gebied ten behoeve van de rijstsector. Behalve Wageningen heeft de LVV-minister zich ook over de gehele waterhuishouding van het district laten informeren. Volgens hem is het van belang dat de Wakai-pompen in bedrijf blijven. De bewindsman hoopt dat voor dit seizoen ongeveer 5000 tot 7000 hectare paddy ingezaaid kan worden. We zijn enkele maanden terug begonnen met de werkzaamheden hier bij Pompgemaal. We hebben niet maar één knelpunt ondertussen verholpen. Maar het is een lopende zaak hier, een kwestie dan, zeg maar. We hebben, in het begin hadden we pompen die niet konden draaien of niet aan het draaien waren. We hebben af en toe ook pompen die uitvallen. Het kan de eerste zijn of de tweede. Maar vandaag de dag hebben we dus twee pompen hier die draaien. We hebben met man en macht gewerkt, zowel aannemer, LVV en de personeel hier zo allemaal, om dit allemaal zo ver te krijgen. Het is niet waar het moet wezen, maar we proberen nu, vanaf 12 oktober al zijn we begonnen met het inmalen, we proberen dan water te voorzien voor de boeren van Wageningen om, om hun arealen te kunnen bevloeien. We hebben 2 jaar terug pompen gehaald vanuit India, 3 nieuwe pompen. Echter waren de pompen die aankwamen niet op de exacte maat zoals deze waren. In maart van het jaar kwam COVID erbij. De technische mensen van Kiloskar India die hebben dus niet kunnen afreizen naar Suriname tot nu toe. Er was wat vertraging bij het kunnen rehabiliteren van de pompen. En je gaat ook niet 1, 2, 3 alle pompen eruit halen en zeggen van ik ga dan nieuwe pompen zetten. Je moet dingen projecteren zoals je het kan behalen. En toen is men gaan werken aan de ene pomp die al, als ik het goed heb, ik heb beelden gezien van 2010 waar de pomp niet meer daar stond. Toen werkte ik niet eens voor LVV nog. Dus er is wat behoorlijk achterstand opgebouwd vanaf toen al. We proberen allemaal in te lopen nu. En vandaar dat we hebben gezegd, we gaan die 2 oude pompen dan, die alvast draaiende te krijgen om tenminste wat te kunnen doen voor die sector. En dan gaan we nu focussen op pomp 3. De aannemer zegt dat hij op financiële middelen wacht. Ik ben niet degene die daarvoor zou kunnen antwoorden. Dat zal op het tafeltje van de minister moeten zijn. Maar we willen wel zo snel mogelijk de eerste van de nieuwe pompen daar hebben. En dan gaandeweg, met alle ervaring die we hebben gehad tot nu toe, dan kunnen we 2 en 3 dan ook vervangen. De capaciteit van die ene nieuwe overschrijdt de capaciteit van beide hier die we nu hebben draaien. Dus we hebben dan ruim even voldoende water met die ene nieuwe pomp om dan 2 en 3 te vervangen. In tijdstek, hoe lang dat kan duren, het kan soms maanden duren, het kan ook weken duren. Het hangt allemaal af van hoe snel de aannemer kan gaan werken. Om te kunnen vertellen van wat allemaal precies gebeurt, moeten we eerst kijken naar het probleem van Wageningen. Hier ligt er ongeveer 15.000 hectare
areaal wat ingezaaid dient te worden. En de omstandigheden zijn niet optimaal om hun alle areaal te voorzien van een voldoende water. Er zijn heel wat beperkingen in deze. Ten eerste hebben we hier te maken met een zeer oude pompgemaal van zeker 60 jaar oud. Waarvan nu middels importen van nieuwe pompen uit India wij die oude pompen moeten vervangen. Maar het loopt niet zo'n vaart wat het betreft. We hebben wel de boeren beloofd om twee van die pompen draaiende te houden. Waarmee ze toch over voldoende irrigatiewater kunnen beschikken. We draaien al 2 weken met 1 pomp. We hadden proef gedraaid 2 weken geleden met beide pompen. Toen ging alles prima. Maar bij het proefdraaien van de 2e pomp was er weer iets fout gegaan. Hebben we ondertussen weer hersteld. Dus waar ik nu sta en op dit moment draaien beide pompen. En het is natuurlijk geen 100% capaciteit. Omdat je andere beperkingen hebt van stroom van het EBS. De aanvoer van stroom is ook niet optimaal. Maar als wij naar de capaciteit van de pompen kijken, berekeningen maken. En hoeveel areaal wij... het doel is om een minimaal 5000 hectare ingezaaid te krijgen hier in Wageningen. Heb ik ook op eerdere momenten genoemd. Misschien met geluk van de heren daarboven, als het voldoende regent, dan kunnen we richting 7000 hectare. Dat is ons doel. Dus die 2 pompgemalen draaien nu reeds. 1 draait al 2 weken, de tweede nu ongeveer 1 week. En je ziet het waterpeil ook stijgen in de irrigatiekanalen. Andere boeren zijn al begonnen met hun grondbewerking. Dat stemt mij ook heel erg goed. Nu een week geleden is de inzaai-schema ingegaan. Dus wat dat betreft zitten wij goed, maar er zijn nog meer beperkingen. De loosleidingen die vol begroeid waren. We hebben machines laten halen uit Paramaribo. Korte boommachines, lange boommachines. Maar waarover we niet beschikten, dat was een draglijn voor langere afstanden. Die hebben we hier lokaal gehuurd. Dus als u naar de overkant kijkt, dan ziet u een draglijn daar staan. En met deze machines denken wij alle loosleidingen, tenminste de primaire leidingen, schoon te krijgen. Nu in die 2 weken dat die machines hier werken, is de helft van de lengte van de loosingen welke schoongemaakt moeten worden, is al schoon. En ik denk in de komende 2 weken dat de rest ook schoon is. Waardoor ook de boer die helemaal op het eind staat van zo'n irrigatieleiding ook over voldoende irrigatiewater zouden kunnen beschikken. En dat was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.